Ik werk met unieke mensen. Iedereen is anders. Zij voelen dingen. Het is niet gemaakt. Ja, je moet echt op het gevoel afgaan. En hun lichaamstaal geeft al aan of ze iets prettigs vinden of niet. Je respecteert de cliënten heel erg en daarom kan je ook zo dichtbij ze komen. De kleinste dingen, daar kan je dan heel trots in zijn. En wat je ziet, dat krijg je. En daar kunnen wij nog een hoop van leren.